Alex, ik ga de grootste toren bouwen die er is, helemaal naar de maan toe. Oh, wow, 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 wacht eens even. Ik ga de grootste toren bouwen die er is en die van mij gaat nog verder dan de maan. Wat is verder dan de maan? Saturnus! Ik ben al aan het bouwen. Ik krijg telkens plus 1 bord erbij. Ik snap niet. Even, ik ben ook al aan het bouwen. Wat ziet mijn toren er lelijk uit? Ik ben mijn toren letterlijk aan het maken van hout wat ik hier een beetje op de grond aan het vinden ben. Waar is mijn toren? Ik ben mijn toren kwijt. Oh, we zitten naast elkaar. Hoeveel punten heb jij al? We zitten naast elkaar. En zoals je kan zien is mijn toren inderdaad hoger. Nee, mijn is hoger. Hoeveel punten heb jij nu? Oh, wacht eens even. Jesse, je kan je toren echt heel snel groter maken door erop te klikken. Door erop te klikken? Kan je erop klikken? Oh. Ja, en dat maakt hem echt mega. Ik krijg zoveel geld, maar wacht eens even. Er zijn nog manieren om meer geld te verdienen, wist je dat? Hoe krijg je nog... Oh, ik heb sowieso een spin. Jesse, als je hier naar het midden gaat, dan kunnen we hier wat dingetjes kopen, zie je dat? Wat kunnen we kopen? Oh, we kunnen een ei kopen. Ik ga een ei kopen. Wat gaat erin zitten? Klik, 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 klik. Is dat leuks? Ik heb een hond! Ik heb een hond! Ik heb ook een hond. Hé, Alex, als je gewoon klikt, je hoeft niet eens op je toren te klikken. Je kan gewoon normaal klikken. Oeh, inderdaad, dat werkt ook al om je toren groter te maken. Dat wist ik helemaal niet, maar ik ga even draaien aan het rad. En wat ga ik krijgen? Draaien aan het rad? Wacht eens even. Ik krijg een potion, maar ik weet helemaal niet wat het is. Ik heb ook een potion. Het is een triple moon rock potion voor 15 minuten. Oh, het zijn maanstenen. Ik dacht dat het borden waren. Ik heb gewoon een beetje honger. Wat kan ik er eigenlijk mee? Zorg dat ervoor dat ik sneller ga bouwen? Weet ik niet. Ik krijg nog steeds maar 1.1 per klikje erbij. Dus ik weet nog niet wat ik krijg. Ik krijg 1.2, maar misschien is dat door mijn hondje die ik heb. Door jouw hondje? Maar ik heb dezelfde hond. Hoezo krijg ik dan 1.2? Weet ik niet. Ik ga iets claimen. Wat krijg ik? Ik krijg 150. Ik noem het borden. Het zijn geen maanstenen. Het lijkt toch meer op borden. Ik weet niet waar je dit over hebt met je maanstenen. En dat, de maanstenen bestaan helemaal niet. Behalve op de maan. Maar dan denk ik alsnog dat de maan van kaas is. Oh, Alex, ik heb wat gekocht. Kijk hoe mijn toren er nu uitziet. Hij is een stukje lager, maar ik heb hele andere blokken. Je toren is van steen ineens? Ja, maar je kan er rechtsonder, heb je torens en dan kan je wat kopen en dat kost muntjes. Maar ik weet dus niet hoeveel muntjes ik heb. Ik heb mijn toren ook geüpgrade. Mijn is nu ook van steen. Dit is veel sterker, denk ik. Hé, maar waar zie je dan hoeveel muntjes je hebt? Ik weet het helemaal niet. Aan de bovenkant, die grijze coins. Oh, zijn dat de muntjes? Jup, je hebt er nu 422. En ik ben ook onderweg naar de 400. Oh, ja. Die andere kan ik helemaal niet kopen. Maar deze ziet er veel cooler uit dan die houten planken. Maar zouden er niet meer dingen zijn die ons een klein beetje kunnen helpen, toevallig? Weet ik niet. Misschien moeten we even in de shop kijken. Ik zie wel wat dingetjes staan, zoals een gratis gift. 5.500 maanstenen die we pas over 8 minuten kunnen claimen. Een gratis gift? Oh, dat kan niet. Ja, die kunnen we nog niet claimen, blijkbaar. Dat weet ik wat zeker is. Maar we kunnen misschien wel kijken bij boosts. Misschien iets wat ervoor gaat zorgen dat we net wat sneller zijn. 2 keer maanstenen kunnen we kopen. Wacht, de maanstenen? Dat is hetgene wat we krijgen al bouwen we naar de toren. 2 keer maan... Ja, maar als we dat twee keer zo... Als we 2 keer krijgen... Ik snap het! Als we 2 keer zoveel maanstenen krijgen, hebben we nog meer geld. Kunnen we nog meer eitjes openen. Kunnen we nog hogere toren krijgen. Dat is de manier hoe we dit moeten doen. Maar die 2 keer maanstenen, die krijgen we dus sowieso blijkbaar al. Omdat we dat net hebben unlocked met dat wiel wat we hebben geklikt. Hè? Ik heb ook nog een gratis cadeautje hier. 150 maanstenen en wat planken erbij. Maar hoeveel krijg je per klik erbij? Ik echt maar 1.1. Dat is echt heel erg weinig. Ja, ik krijg er dus 1.2 bij, maar dat is nog toch weinig. Dat is niet genoeg om bij de maan te komen. Dus wat nou? Gaan we gewoon allebei iets kopen? Ik ga niet zeggen wat ik ga kopen, maar... Koop gewoon allebei iets. En dan gaan we kijken wie dan het slimste heeft gekocht. Wat ga ik kopen? Ik heb al wat gekocht. Ik ga je straks wel vertellen wat ik heb gekocht, maar nu nog niet, totdat jij iets hebt gekocht. ik heb wat gekocht. Wat heb jij gekocht? Het lijkt op een soort van paarse hond. Nou, ik heb al 2.500 euro, 3.000 euro. Hoe heb je dat zo... Jij hebt hetzelfde gekocht. Heb jij hetzelfde gekocht? Ja, je hebt een paarse hond gekocht, zeg je net. Wat heb je een starterpack gekocht? Nee, wat heb jij gekocht dan? Ik heb alleen een starterpack gekocht, waardoor het nu super snel gaat. Ik ga ook een starterpack kopen. Wat heb jij dan gekocht? Want jij hebt 2 pets. Eentje met een hoed op. Ik heb een wizard hond gekocht. Waar is je... Hoe kostte die wel niet? 150. Waar is de starterpack? Heb je zoveel uitgegeven? Ik wil ook de starterpack, Alex. Ik had de starterpack niet meer kopen omdat je al wat anders hebt gekocht. Omdat ik helemaal geen starter meer ben. Dit is zo dom. Ik zie het helemaal. Die wizard dog staat daar met keer 20. Maar mijn starter dog... Hoeveel muntjes krijg jij er nu bij per seconde per klik? Ik krijg per klik 40 erbij. 40?
Nee, 40. 40. Ik krijg er 25,5 bij, maar. Ik ga een veel hogere toren bouwen en ik ga jou inhalen. Hoe kan het dan dat mijn toren tot nu toe nog steeds groter is dan jouw toren? Omdat ik helemaal niet aan het klikken ben. Ik ben alleen maar in de winkel aan het kijken wat ik allemaal kan kopen. Ja, jij bent alleen maar in de winkel aan het kijken. Weet je wat ik ga doen met mijn geld wat ik nu heb verdiend? Wat ik heel erg goed zelf heb verdiend. Ik ga ermee een nieuwe bed kopen. En ik heb 2 keer Moonrocks gekocht. En nu krijg ik er nog steeds maar 40 bij. Je hebt een octopus gekregen. Een octopus? Ik heb een Legendary Octopus. Ik wil ook een Legendary Octopus. Het is geweldig. De kans dat je die kon krijgen was letterlijk zo klein. Alex, ik heb hem nu. Ik heb echt zo'n goed idee. Zie je dit eitje van 19.000? Ik ga die kopen. Ik ga een ei van 19.000 kopen? Jij hebt zoveel geld. Ja, nou, ik heb hem nog niet. Ik moet nog wel even klikken. Maar dan hopelijk kan ik dan een hogere toren krijgen dan dat jij hebt. Oh, dat is zo slim dat je dat hebt. Oh, dat je al dat geld hebt. Maar misschien dat ik een nieuwe pet... Nou, weet je wat? Ik heb toch een legendary pet gekregen net letterlijk. Ik heb echt niks te klagen hier. Hoeveel keer krijg je dan erbij met jouw legendary pet? Ik weet het eigenlijk niet precies. Daar moet ik zo even naar kijken. Ik zit nu namelijk nog een klein beetje in de shop te kijken. De Wizard Dog is keer 40. Ik kan gaan krijgen. Oké, ik ga het eitje openen. Oh, deze was zo duur. Ik krijg... Oh, Alex! Alex, ik heb Epic gekregen, maar dat is keer 6,5. Oké, maar dat is minder goed dan Legendary. Ik heb ook wat gekocht. Ik heb een keer 2 maan boost gekocht. Die heb ik ook al. Nee, werkt het helemaal niet. Ik heb nog steeds hetzelfde. Dat had ik ook al. Je had gewoon aan mij moeten vragen. In de winkel staat nog dat iets gratis is, maar dat krijgen we dus pas over een paar minuten. Ik ben er wel benieuwd naar wat dat is wat we gratis gaan krijgen zometeen. Ja, dat wil ik ook weten. We hebben nog 3,5 minuut. Kom 3,5 minuut. Ik voor mijn leven. Ik wil dat ei hebben. Ik wil ook een starter pack. Ik kan helemaal geen starter pack vinden. Dat is toch helemaal niet leuk. Daardoor heb ik wel dus een legendary pet en een exclusive pet. Wat heb jij? Wat ja, jij hebt jij zo rood. Epic is beter dan legendary. Epic is beter en ik heb exclusive. Oh, jij hebt ook een exclusive. Nee, maar legendary is paars. Wat is beter, rood of paars? Rood is denk ik beter. Volgens mij is rood het allerbeste wat er is. Of niet? Ik weet het ook niet meer. Ik denk dat blauw normaal het allerbeste is wat er is. Nee, Alex, weet je wat ik ga doen? Ik ga een nieuwe toren kopen. Hè, maar dat kost 8000 geld, maar dat heb ik niet. Weet je wat, koop jij maar een nieuwe toren. Ik ga een nieuw ei openen. Kom op, wees wat goeds, alsjeblieft. Deze kostte me €19.000. Alex, ik snap het niet. Ik heb een epic bed. Heb je ook een... Oh, daar heb je ook iets bij. Oké, Jesse, ik ben erachter gekomen. Legendary is blijkbaar beter dan epic volgens mij, hoor. Oh, oké, daar heb je echt heel veel geluk gehad. Alleen, Alex, ik snap iets niet. Je moet me even helpen. Epic is beter. Is epic beter? Ik denk het wel. Waar is mijn pet gebleven? Hallo? Alex, ik wil een nieuwe toren kopen, maar ik snap het niet. Hier is die chick. Ik heb hem al. Oh, ik heb per ongeluk een grastoren gekocht. Ik heb een heel leger achter me aanlopen nu. Dit is niet normaal. Alex, ik heb nu een grastoren, maar die heb ik per ongeluk gekocht. Ik snap er helemaal niks van. Je hebt een grastoren gekocht? Ja, maar ik wil... Wat zou je dat doen? Ik wil een cactustoren, maar dan... Het werkt niet. Maar Jesse, het gaat niet om de type toren. We moeten gewoon bij de maan zien te komen. Bij de maan zien... Ja, maar nu krijg je... Als je een hogere... Of een betere toren hebt, dan krijg je ook meer van die maanstenen erbij. Snap je dat niet? Dat is misschien wel handig, inderdaad, om te kopen. Ja. Oké, ik heb weer wat gekocht. Ik krijg nu eens even kijken. Ik krijg 57 maanstenen per keer. Erbij. Je moet toren voor toren upgraden. Oké, ik moet en zal ook echt mijn toren gaan upgraden. En ik moet hem beter upgraden dan dat jij hem hebt geupgraden. Maar we moeten natuurlijk ook in de ruimte zien te komen zometeen. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Alleen we zijn echt nog lang niet in de ruimte. Dan moeten we echt nog veel meer klikken. Dat is zeker waar. Oh, allemaal centjes op de grond. Die moet ik hebben. Centjes op de grond. Je kan ook kliks kopen. Ik ben zo snel aan het klikken. Het is echt niet normaal. Ik ben ook aan het klikken. Ik ben harder aan het klikken. Hoeveel maanstenen heb jij? Ik heb er nu 14.000. Je hebt er 14.000. Je krijgt er echt heel veel bij dan jij. 14.000 maanstenen. Oh, ik kan weer wat claimen. Eerlijk. Waarom krijg jij er zoveel bij? Weet ik niet. Gewoon omdat ik heel hard kan klikken. Daarom denk ik. En ik kan weer een nieuwe toren kopen. Ik kan... Weet je wat? Koop jij maar een nieuwe toren erbij. Ik ga nog even aan iets wat meer Robux uitgeven. Oh, het wordt een hele dure dag vandaag. Maar... ik heb het helemaal niet nodig. Gekocht, wat heb je gekocht? Ja. Jij hebt ook de Wizard hond gekocht, hè? Nope. Ik heb bijna €200.000. Hoe kom je aan twee... Heb je 200.000 euro gekocht?
Yep. En hiermee kan ik dus een paar keer mijn toren gaan upgraden. Oké. Naar cactus, wel naar Dit moet ik ook doen. Dit moet ik ook. Sorry Alex, maar als jij het doet, dan moet ik het ook doen. Nee, dat is niet de bedoeling. Hallo. Jawel, ik heb het ook gedaan. Ik heb nu 63. Ik heb een paarse toren. Ik ga even een sneeuwtoren kopen en dan een paarse toren. Oh, dan moet ik nog een klein beetje klikken en dan kan ik nog een betere toren kopen. Oh, we hebben nu allebei dezelfde type toren. Ja. Als jij Robux gaat uitgeven, dan ga ik dat ook doen. Maar zullen we afspreken dat we het niet meer doen, want ik heb niet zoveel Robux meer. Oké, dat is helemaal goed. Maar jij hebt dus nog meer geld dan dat ik heb nu. Ik heb nu 100.000. Zo snel bij, dat is niet normaal. Alex, het is geen geld, het zijn maansteentjes. Ja, oké, maanstenen, geld, het kan alles zijn. Toren, kan ik al een nieuwe toren kopen? Nee, ik heb meer geld nodig. Hoeveel heb je dan nodig? Om een nieuwe toren te maken. 118.000, oké, dat gaat me lukken. Let's go, bijna. Ik ga gewoon blijven klikken. Ik wil gewoon op een manier met de ruimte komen, oké? Ik ben er gewoon benieuwd naar hoe dat eruit gaat zien. Ik ben er nog nooit geweest. We moeten eerst nog bij die raket zien te komen. Dat is echt heel hoog. Moet je nagaan de ruimte, hoe hoog dat wel niet is. Jesse, heb je nou een nieuwe toren gekocht? Ja, ik heb een ijzeren toren. Nee, natuurlijk al het geld van de wereld alweer. Ik ben super rijk. Wat kan je nog meer allemaal kopen? Je kunt trails kopen. Ik weet niet wat je daarmee kan, maar nu krijg wat ik... Wat is dat? Dan krijg ik plus 10% krijg ik er nu weer bij. Ik snap het zo niet dat jij meer geld hebt dan dat ik heb, terwijl ik veel betere pets heb. Ja, maar ik kan veel beter klikken. Nee, ik heb een goede pet, want mijn pet die is namelijk keer 40 keer. Ik krijg een epic pet, een exclusive pet en een legendary pet. En een common pet, dat is Fred. Nee, ik heb een rode pet op mijn hoofd. Die is ook wel mooi. Oké, en ik heb een kippenhoed op mijn hoofd. Die heb jij niet, hè? Oh. Nee, dat is waar. Hoeveel punten krijg je erbij per klikje nu dan? Ik krijg er nu 63,5. En jij? Ja, 82. 83. Oké, weet je wat? Ik ga dit gewoon nog één keer doen. Oh. 82. Hey, ik heb gewoon blokken bij gekregen. Wat heb je erbij gekregen? Ik kom weer op het gratis wielspinnen. Dat kan ik ook doen. Wat krijg ik erbij? Ik hoop iets heel erg zeldzaams. Ik krijg weer een of andere potion. Wat ik daarin heb, weet ik niet. Ik weet ook niet wat je met al die potions kan. Wacht eens even. Nee, ik vind die potions maar stom. Ik ga weer een trail kopen. Wat ik daarmee kan, weet ik ook echt niet. Jesse, we kunnen dat gratis gift openen van 5.500 moonrocks. Oké, dat moeten we doen. Dat moeten we doen. Ik heb hem gekocht. En nu kan ik eindelijk... Wat krijg je eraan? ...een toren gaan bouwen die jij ook hebt. En ik krijg er 71,5 bij. Ik heb nu een trail gekocht, maar ik weet niet wat ik eraan heb. Volgens mij kan ik dan alleen maar sneller rennen. Oh, Jesse, jouw toren wordt zoveel hoger. Ik snap het maar niet. Ja, en dat komt omdat ik die Wizard Dog heb. Die is keer 40. Dat is een exclusive hond. Die is echt heel erg goed. Oh, hij heeft zelfs een hoed op, inderdaad. Ik hij zie heeft zelfs een hoed op. En ik ga weer een paars eitje kopen. En ik wil, alsjeblieft, een legendary. Een legendary. Een legendary. Oh, wat zit erin? Ik heb een epic. Een epic? Ja, maar is die goed? Die is keer 8. Oké, die is echt heel erg goed. Ik krijg nu... Ik moet weer een nieuwe pet kopen ook. Ik heb het alweer door. Ik ga ook een nieuw eitje openen zometeen, hoor. Ik krijg 94 per klik erbij. Alex, hoeveel? Er is maar één manier hoe je dit nog kan winnen. En dat is ook die hond kopen voor 150 Robux. Wacht eens even. Een 30 minuten, 2 keer Lucky Boost kan ik ook nog aanzetten. Dat had ik blijkbaar nog. Oh, dan heb je super veel geluk. Dat is en slim. Wat zou Lucky Boost doen als ik nu een nieuwe pet ga openen? Oh, dan krijg je sowieso een legendary. Geluk. Heb je ook een epic? Ik heb een epic bij. Oh, die is echt heel goed. Die had ik ook. Oké, ik ga nog een pet openen. Geef me alsjeblieft wat goed. 6,5 keer. Maar Harley was een veel betere pet. Dat wel. Ik heb ook weer een epic bij. Maar ik heb daar niet zoveel aan. Want, ik heb er wel wat aan. Hoeveel krijg ik? Ik krijg 104 per klik erbij, Alex. Hé, maar wacht eens even. Je hebt ook een gratis egg quest. Op die manier kun je gratis exclusieve eitjes krijgen. Die piraten zijn. Zie je dat staan? Waar staat dat? Aan de rechterkant. Met een soort piratenhoedje erboven. Oh ja, wat krijgen we dan? Nou ja, je moet dus 4 normale eitjes gaan openen. 4 normale eitjes? Oké, dan ga ik 4 normale eitjes openen. Ja, dat ga ik ook maar even doen. Oké, dat is 1... Een common fox, er zit nog wat meer in. Ja, maar zelfs een legendary nu is slechter dan dat wij al hebben. Oké, dus 2 eitjes. Ik kan er helemaal niet meer openen. Oh jawel, dat kan wel. Kom op, wat zit er in deze? Ik heb nu mijn 4e eitje geopend. Er zit een nieuwe hond in, maar die hoef ik ook weer niet. En hierin zit een nieuwe. Wat gaat het zijn? Weer een nieuwe hond. Er zit alleen maar hondjes in. Allee, het is mij gelukt. Alleen, je moet 3 minuten spelen, maar dat hebben we toch al lang gedaan? Ja, dat hebben we inderdaad al lang gedaan. Maar misschien vanaf nu. Dat we hem straks kunnen openen. Ik weet het niet. De challenge is hier namelijk echt net bijgekomen, dacht ik.
Oh, dat wist ik helemaal niet. Ik denk dat ik gewoon even heel veel ga klikken en dat ik gewoon naar de top van mijn toren ga. En dan kijken hoe hoog ik kan komen. Ik heb zoveel huisdiertjes achter me aanlopen. Ik heb er in totaal 4. Kunnen we niet nog meer huisdiertjes krijgen? Nee, ik heb er nu 5 achter me aanlopen. Heb je er 5? Dus ja, je kan er nog meer aanzetten. Kun je er nog meer aanzetten? 1, 2, 3, 4. Nee, ik kan er bij 4. Jij hebt echt geluk. Ik heb er zoveel. Alex, hoe kan jij er nou weer zoveel hebben? Oh, dat komt doordat jij de starter pack hebt gekocht. Mij kost het 500 Robux als ik dat wil. Kun je daar een extra pet erachteraan krijgen? Ja, want als ik dat wil, moet ik 500 Robux betalen. Wat? Ja, dat is echt veel te duur. Oké, dan kan ik daarmee nog best wel een goed voordeel krijgen. Hoeveel muntjes krijg jij nu per seconde? 104 muntjes per seconde. Dat zijn er zoveel. Ik krijg er 88 maar. Oh, en ik ga gewoon sparen totdat ik mijn toren weer kan upgraden. Alleen daar heb ik bijna 200.000 nodig. Bij, bij. Dat is grappig, want ik zei 2 keer bij. Hoeveel dieren? Heb jij nu 6 dieren? Jup, ik heb nu alle epische... Ik heb echt heel veel pets nu. Ik krijg er nu 93.1 per klik bij. 93? Ook. Alex, je hebt echt geluk. Ik moet zo snel mogelijk de nieuwe torens zien te krijgen, maar dan moet ik echt heel veel klikken. Hey Jessie, zijn onze torens niet nu echt al mega... Oh, mijn toren is echt niet hoog. Is jouw toren niet hoog? Nee, mijn toren, ik kan de bovenkant nog makkelijk zien als ik hier beneden sta. Mijn toren is wel heel erg hoog, alleen ik zie niet meer in beeld hoe hoog hij eigenlijk is. Ik zie helemaal niks meer in beeld. Nou ja, ik zie dat ik nog lang niet eens in de ruimte ben. Ben je nog niet in de ruimte? Jij toch ook niet? Je bent nog niet eens op de hoogte van waar vliegtuigen vliegen. Jawel, bijna. Als ik boven me kijk, zie ik onder me zie ik alleen maar wolken. Oh, Jessie, we kunnen een nieuw ei openen. Dat is dat piraten-ei. We hebben hem gelokt. Het gaat me echt nooit lukken op dit tempo om een hogere toren te maken dan dat jij hebt. Ik doe mijn best. Eén ding weet ik wel. Het gaat ons nooit lukken om naar de ruimte te komen. Dan moet je dit echt een paar uur lang spelen. Waarom zit je op mijn toren? Zelfs met al die Robux die we hebben uitgegeven, komen we er nog niet. Oh, Alex, ik denk dat ik heb gewonnen. Mijn toren is veel groter dan die van jou. Ja, ik kan mijn toren bijna niet eens zien vanaf hier.